What's up mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe editing tutorial. Vandaag ga ik jullie 5 handige tips geven voor het bewerken van audio. En aangezien we mijn kanaal altijd to the point houden, gaan we gelijk beginnen. Tip nummer 1 gaat over het synchroniseren van verschillende audiobronnen. Ik heb hier 2 clips staan van een aankomende video over deze Peak Design tassen. En dit zijn 2 verschillende camera angles. En die wil ik graag synchroniseren qua audio, zodat ze gelijk lopen. Nou, wat je dan kan doen is, je kan kijken naar de waveform en dan kan je proberen ze zo handmatig een beetje te alignen. Maar dat is super veel werk. Wat je kan doen is, je kan gewoon Premiere Pro het werk laten doen. Je selecteert beide clips, rechtermuisknop, synchronize. En dan kies je voor audio. Dan gaat Premiere Pro het even nadenken en dan is het zo gesynchroniseerd. Dan zie je dat het perfect overeenkomt met elkaar. Dan kun je de slechte audio van je tweede camera weggooien en dan kan je je camera angles gaan editen. Tip 2 gaat over het mooi mixen van audio tussen 2 verschillende clips. En dan hoor ik nog veel te vaak fout gaan bij bekende YouTubers. Dan hoor je een soort van klikje tussen die clips en dat is heel amateuristisch. En dat kan je echt super makkelijk oplossen door een audio transition ertussen te zetten. En wel de constant power. Dan pas je de lengte aan naar 4 frames en dan heb je een mooie transition en dan is dat klikje weg. Dit is een super belangrijke tip als je dus gesproken tekst opneemt, of het nou interviews zijn of YouTube video's. Er is nog een veel snellere manier om dit te doen en dat is via de standaard audio transition. Je klikt op het knipje en drukt op Command-Shift-D. Dan zit hij er meteen op. Je kan dit nog veel sneller maken door de lengte van de standaard transition aan te passen. Dan ga je naar Preferences, Timeline en dan kies je hier bij Audio Transition Default Duration. Kies je Frames en ik vind 4 altijd wel prettig, dat is meer dan genoeg. En als je dan Command-Shift-D doet, dan zie je dat hij mooi kort is. Nou, als je dan je volledige project selecteert en je doet dan de shortcut, dan zie je dat hij meteen overal erop zit. Dit is een hele snelle oplossing om al die knipjes mooi te verbergen met een mooie transition. Nog even een bonus tip tussendoor over dit audio effect en die ga ik laten zien in deze edit van een aftermovie die ik heb gemaakt. Hier zit natuurlijk muziek onder, maar ik heb ook allerlei ambient sounds van het feest toegepast. Dan zet ik even de muziek uit en dan kun je luisteren naar wat hier misgaat. Je hoort dus dat deze clip met die bijbehorende audio, dat die heel abrupt begint. Die klinkt gewoon heel hard en niet zo seamless. Wat je dus wilt doen om dit mooi te maken is het verlengen van die audio aan de voorkant, het verlengen aan de achterkant en dan het audio effect erop te zetten. Die verleng je dan een beetje. En dan komt het geluid mooi binnen en dan gaat het heel mooi weer. En dan nog een laatste voorbeeld met de muziek erbij. Nou klinkt het gewoon heel erg mooi en seamless. En eigenlijk moet je dit doen met al je ambient sounds en je sound effects. Tip nummer 3 gaat over het aanpassen van het volume. Als je bijvoorbeeld wilt dat hij vanaf hier naar hier langzaam gaat uitveden. Dan zo'n puntje zet je met command klik. En dan kan je hem gewoon verplaatsen. Als je dit nou nog mooier wilt laten veden, dan kan je met command klik op een puntje een ease ervan maken. En dan kan je helemaal zelf bepalen met deze handles hoe je die ease wil laten verlopen. Een nadeel hiervan is dat je dan een soort van kleine boog krijgt tussen 2 van deze puntjes. Dat kan je voorkomen door voordat je de ease maakt een puntje achter het andere puntje te zetten en dan hier de ease te maken. Dan zie je dat de ease mooi verloopt, maar deze is daarna kaarsrecht. Tip 4 is eigenlijk best simpel, maar super handig. Als je namelijk zo'n bolletje wil verplaatsen, dan zie je dat hij alle kanten op beweegt. Als je dan shift ingedrukt houdt en je verplaatst hem dan blijft hij vastzitten op de horizontale lijn. Nou, met shift kan je ook hele groepen aan bolletjes verplaatsen. Dus als je dan shift indrukt, klikt, klikt en dan bij de derde niet klikt maar gelijk verschuift, dan zie je dat de hele set kan schuiven. Wat ook nog handig is om te weten is als jij dus de hoogte van het volume verandert, dan zie je dat die in best wel grote stappen verandert. Maar als je dan command inhoudt, dan krijg je hele kleine stapjes. Met tip nummer 5 ga ik je laten zien hoe je heel gemakkelijk audio kan levelen tot het gewenste niveau en het mooi vol kan laten klinken. Ik ben zelf absoluut geen audiospecialist, maar ik heb een aantal basisdingen geleerd die heel makkelijk zijn waarmee je je audio goed kan laten klinken. Dan pakken we even een andere clip als voorbeeld, dan gaan we er eerst even naar luisteren. Dan zie je dus dat het gemiddelde ongeveer uitkomt tussen de min 12 en min 18. Dat is een mooi opnamevolume, maar we willen dus allereerst het volume verhogen. Dan gaan we naar Audio Gain, Normalize Max Peak to min 6, vind ik een mooie om mee te beginnen. En wat hij dan doet is, dan gaat hij de maximale piek opzoeken en die verhoogt hij naar min 6. En de rest wordt natuurlijk ook mee verhoogd. Nou is het volume mooi al een stukje verhoogd. Maar wat ik vroeger dan deed is, dan ging ik dit nog apart nog even een stukje verhogen met bolletjes. En dan hier een bolletje en dan ging ik die iets verhogen.
En gingen kijken of dat volume wel goed was. En dat is dus ontzettend veel werk en daar heb ik absoluut geen zin meer in. Wat ik nu heb ontdekt is eigenlijk een preset van een andere YouTuber genaamd Matt Johnson. En ik heb een linkje in de beschrijving toegevoegd naar zijn video hierover. Maar dit is dus zijn preset, de Matt Multiband Compressor. Die sleep je erop. En op een of andere magische manier gaat je geluid dan veel voller en mooier klinken. En mooi geleveld. In zijn preset ga ik nog wel één ding veranderen en dat is de margin. Je gaat naar de Multiband Compressor effect. Het enige wat ik nu doe is de margin aanpassen naar -3, want zijn standaard setting vind ik iets te hoog en komt te dicht bij het punt waar de audio kapot gaat. En nu heb je dus een clip die mooi vol klinkt en mooi geleveld is. Je ziet dat die mooi gelijk is hier. En dat waren mijn 5 audio editing tips. Hopelijk heb je er wat aan gehad en als je dit nou handig vond, laat dan even een like achter. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer van dit soort to the point filmmaking content wil zien. En dan zie ik jou in de volgende video. Later!